Zenia Mertens, we zijn hier vanavond in Oud-Geverlee. Het was OHL Women tegen Standaard, kwartfinale beker van België. Het was een heel spannende match en het had alle kanten kunnen opgaan. Jij maakt nog een late gelijkmaker. Iedereen denkt dan, Leuven gaat er nog over. Er is daar ook nog een fase. En wat gebeurt er allemaal? Spannende match, ja. Dat, dus gewoon, ik denk dat we even goed in de rust kunnen gaan met 3-0. Standaard scoort 0-1 uit. Niet eens een kans. Heel de wedstrijd gedomineerd. Heel de tijd spel gemaakt. Balbezit, ik denk, heel de tijd voor ons. En dan, ja, ik maak de 1-1. We denken allemaal, ja, we geloven er nog in. Wij maken zelfs de 2-1. Waarom de scheidsrechter die afluit, is nog steeds niet duidelijk. De keeper speelt daar, ja, ik mag dat zeggen, comedie. Want ze raakt die inderdaad niet. Leni, allee, het wandelt gewoon de bal binnen, want de keeper heeft de bal niet vast. Wordt afgefloten voor... Geen idee waarom. En ja, dit 1-2 komt er dan. Ja, ze trapt die bal gewoon wel mooi binnen, maar totaal onverdiend. Echt, ik heb daar geen woorden voor. Ja, het is wel een beetje verrassend. We staan in de kwartfinale van de beker van België. Dat is een wedstrijd zonder assistent scheidsrechters op dit niveau. Dat kan in feite niet, hè? Nee, zoals je het zelf zegt, dat kan inderdaad niet. Ik denk, we gaan het niet bij de scheidsrechters steken, maar... Hij heeft hier ook wel een rol in gespeeld. Ik zeg het, ook al de kleine fouten, die 2-1 die dat we maken, dat kan inderdaad niet op dit niveau, maar ja, het is nu gebeurd. En ja. Ja, maar anderzijds, jullie hebben wel de kans gehad, hè, om het af te maken. Je zegt het zelf, eerste helft, bij de rust moet het misschien 3 of 4-0 zijn. Absoluut, ik denk dat vandaag ons gewoon ontbrak aan efficiëntie. Ik denk dat we hebben de kansen gecreëerd, we hebben ze niet afgemaakt. En dat is gewoon jammer om dan inderdaad het deksel op de neus te krijgen. We kunnen inderdaad gaan rusten met 4-0, we gaan rusten met 0-1. Dat is zeker voetbal. Ja, en nu terug de focus op competitie. Jullie moeten nou terug naar Standaard volgende week? Ja, dat klopt. Ik denk dat deze nederlaag wel zuur is, want we waren natuurlijk zo ver geraken in de beker. Dat is nu niet gelukt, dus de focus ligt sowieso op de competitie. Volgende week in Standaard. Ik denk dat we daar sowieso gaan voor de 3 punten en ik denk dat dit ook nog wel in het achterhoofd zal spelen. Oké, dankjewel en nu al veel succes voor het volgende, voor het vervolg. Dankjewel.